In de vorige filmpjes hebben we gezien hoe we een trilling kunnen omschrijven. In dit filmpje gaan we eens heel even kijken wat het eigenlijk de frequentie bepaalt van zo'n trilling. We gaan eens eerst even kijken naar de resulterende kracht op zo'n veer. Ik heb hier een veer verticaal opgesteld en hier in de bovenste tekening is die in rust. Met hier dus een evenwichtspunt. In de tweede tekening is die maximaal uitgerokken, naar daar, naar rechts. En hier is die maximaal ingedrukt. En dus zal die veer in deze beweging over en weer gaan. Nu, wat we zien is dat er één kracht aanwezig is als we de rest even verwaarlozen, namelijk de veerkracht hier die de veer naar het evenwichtspunt trekt en hier naar het evenwichtspunt duwt. Dus dat is onze resultante kracht eigenlijk. Onze veerkracht is onze resulterende kracht, dus mag ik zeggen, Fe is m mal a, tweede wet van Newton. Onze enige kracht, de veerkracht, volgens de wet van Hooke, is k mal x. Waarom een min? Wel, we zetten hier een min omdat de kracht in de andere zin is dan de uitrekking. Hier is de uitrekking positief en de kracht is negatief, of toch tenminste in de andere zin. En hier is de kracht in die zin, terwijl de uitwijking negatief is. Dus juist tegengesteld. Gaan we even verder met deze vergelijking. Dus ik heb min k mal x is m mal a, waarbij dus onze versnelling kan geschreven worden als min k gedeeld door m. Ik heb mijn m overgebracht. Maar als je goed oplet, staat hier zowel a als x. En dat hebben we gezien in kinematica, dat namelijk de versnelling de tweede afgeleide is van de plaats, van de uitwijking. Dus mag ik schrijven, de tweede afgeleide van x is gelijk aan min k op m mal x. Nu, x is een tijdsafhankelijke functie. Dus heb ik hier eigenlijk in één vergelijking een functie staan en de tweede afgeleide van die functie. Wel, dat noemen we een differentiaalvergelijking. In de wiskunde zal je daar waarschijnlijk wel veel meer over leren. Maar dus de tweede afgeleide van een functie moet dan eigenlijk dus een functie hebben die, als ze twee keer afgeleid wordt, bijna hetzelfde is als de functie zelf. Op een constante na. Aha, en dat hebben we, want we hebben trillingen voorgesteld via voor dus de x a sinus omega t plus phi. En de tweede afgeleide wordt dan min a omega kwadraat sinus omega t plus phi. We gaan die twee daarin vullen. De volgende dia, dat wordt een hele lange term. Dan krijgen we dit, dus min a omega kwadraat sinus omega t plus phi. Onze versnelling is min k op m, onze positie, a sinus omega t plus phi. Ja, dat is heel veel hetzelfde. Hè? Aan heel deze vergelijking, dit gelijk aan dat, kan voldaan worden als omega kwadraat gelijk is aan k op m. Dat is een heel stuk vereenvoudigd. Dus als omega kwadraat gelijk is aan k op m, dan is onze vergelijking opgelost. Met andere woorden, de pulsatie van een trilling, van een veer, wordt bepaald door de wortel van de veerconstante gedeeld door de massa. Oftewel, de frequentie is gelijk aan 1 op 2 pi maal de wortel k op m. Dus laat je een veer willekeurig, pak je een veer en je brengt die in beweging, dan zal die beginnen te trillen, afhankelijk dus van de veerconstante en de massa. Goed. Heel belangrijk is nog, hè, dus wat hebben we nodig om terug te trillen te brengen? We hebben een terugroepende kracht nodig, die naar het evenwichtspunt gericht is en evenredig met de uitwijking. Dat zijn onze voorwaarden voor dus een trillende beweging te krijgen. We gaan dus heel even kijken aan de hand van een voorbeeld. Ik heb een voorwerp van 2 kg aan een veer hangen. En als dat voorwerp aan die veer hangt in rust, dan rekt die veer in rust 5 cm uit. Nu, met welke frequentie gaat die veer beginnen trillen als ze in beweging gebracht wordt? Wel, we hebben de massa, maar de veerconstante hebben we nog niet om de frequentie te berekenen. Maar aan de hand van de wet van Hooke kunnen we wel die veerconstante bepalen, want we weten dat de veer 5 cm uitdrukt met 2 kg. Dus welke kracht werkt eraan in rust? Ah, de zwaartekracht. 2 kg maal 9,81 geeft ons 20 newton die aan die veer trekt. Die 20 newton zal die veer uitrekken. Dus de veerkracht is dus ook 20 newton, want die is dus geleverd door de zwaartekracht, is k maal delta x. Dus de k is de veerkracht gedeeld door de uitrekking, is met andere woorden 20 newton gedeeld door 0,050 meter. En dat geeft ons een veerconstante van 4,2 maal 10 tot de tweede newton. Ja, nu hebben we alles, we hebben de massa en we hebben de
veerconstante, dus dan is het maar gewoon deze formule invullen. En dan bekomen we dat deze veer 2,3 hertz als frequentie heeft, waarmee ze begint te trillen. Ook wel haar eigen frequentie genoemd. Goed, nu wat oefeningen maken, hè.